Hallo allemaal. Ik ben dan boer, maar soms breek je echt gewoon serieus de klomp. Ik lees in de krant iets wat iedereen op zijn klompen had kunnen aanvoelen. De energiecrisis. We zouden geen gas meer van Rusland gaan kopen. Nou ja, ik snap het statement, ik snap het idee. Het was natuurlijk wel mooi geweest als onze politici eerst eens hadden uitgezocht wat het effect daarvan is. Rob Jetten, jij bent daarvoor verantwoordelijk. Jij hebt de gemeentes en provincies gedwongen om van het gas af te gaan met spoed. Allemaal hartstikke moreel goed idee. Ik snap het allemaal wel. Het is wel een beetje jammer dat nu diezelfde provincies en gemeentes gedwongen worden om op de vrije gasmarkt gas te kopen, wat hoofdzakelijk uit Rusland komt, tegen veel hogere tarieven als de goedkope contracten die ze hadden. Maar die contracten moesten ze van jou doorscheuren, want dat was zo'n goed idee. Kijk, Rob Jetten, ik richt dit eigenlijk hoofdzakelijk aan jou. In mijn visie ben je gewoon een broekie, een snotneus. Want je weet totaal niet wat je doet. Je denkt, dit is mooi voor de bühne en dat doen we dus maar. Maar je moet wel opletten wat de consequenties zijn van je gedrag en van je beslissingen. Want daarvoor zit je op die functie. Of zou je op die functie moeten zitten. Wat er nu in de energiemarkt gebeurt, is precies hetzelfde wat er straks op de voedselmarkt gaat gebeuren. We zien nu al dat voedselprijzen de pan uitreizen. En wat zegt D66? Minder voedselproductie. Jongens, ja, want we moeten veranderen. Maar de mensen met ervaring, met verstand van zaken, net als bij de gascontracten, die zeggen, let wel, deze verandering brengt niet meer voedsel of beter voedsel. Deze verandering brengt minder voedsel. D66 doet netjes de oortjes dicht en Rob Jetten en zijn kameraden blijven gewoon keihard schreeuwen. We moeten minder voedselproductie, want het moet allemaal anders. Jongens, vraag nou eens naar de mensen met verstand van zaken. En wat denk je waarom het de afgelopen 30 jaar al op deze methode gebeurt? Niet omdat het een slechte methode is. Maar goed, ik hoop dat de mensen in Nederland wakker worden. Het gaat goed. Hoi.